Een hele goede morgen. Zo, even kijken. Dan kom ik hier binnen en dan ga ik op mijn mat, dan ga ik op mijn, ga ik naar mijn les kijken om het voor te bereiden. En dan ga ik staan om de les aan te zetten en denk ik, oh, hier staat mijn mat eigenlijk wel goed. Ja, dat had je natuurlijk ook kunnen doen. Even kijken. Ja. En dan, als ik eenmaal naar mijn les aan het kijken ben, van oh, past het dan in elkaar? En dan, echt waar, dan kan ik dan is het ineens zo. Dat is voor mij de social media, zeg maar. Facebook. Dat je dan ineens ongeveer een half uur verder bent, zonder dat je het door hebt. Een hele goede morgen. We gaan yoga doen. Heerlijk. Het thema is schouders. Sowieso, als je vinyasa yoga doet, dan doe je al best wel veel met je schouders. Dus ik denk eigenlijk dat degene die vinyasa yoga doet, best wel al veel kunnen met hun schouders, sterke schouders hebben. Die doe ik veel met polsen. Maar het is wel goed om daar weer eens een keer op een andere manier iets te doen. En ik vind het een mooie combinatie, want kijk, als je twist, ik sta nou, ik doe bijna nooit twist staan, meestal in ieder geval niet zo. Als je twist, dan ben je bent natuurlijk hiermee bezig, maar er is ook heel veel hier. Dus dan als je in de schouders wat opener bent, dan krijg je het voor elkaar net iets meer te twisten. Dat merk ik bijvoorbeeld in de Trikonasana, de gedraaide Trikonasana, gaan we merken. Dus ik vond het wel een mooie combinatie, schouders en twist. Kom voor aan je mat te staan. Neem je armen zijwaarts. Maak jezelf een lang, langere kruin. En laat jezelf dan naar beneden komen. Met de knieën zacht misschien nog wel. Misschien de eerste keer. Misschien hoor je wel zo met je bed. Of in ieder geval heb je nog niet iets gedaan waardoor je nu merkt dat je denkt, oh, oké. Okay. Ik heb nu één been naar achter. Ik zeg altijd, en dan breng ik hier al mijn schouders naar achter. Maar dat hier, dat punt. Je bent al heel snel met je linkerbeen naar achter, hè. En de eerste keer ook altijd even knie op de mat. Kom ik omlaag. En dan zorg ik hier op mijn schouders naar achter komen. Altijd in die cobra. Schouders openen, borstgebied openen. En dan de eerste keer weer even in de knieën. En omlaag kijken, mond. Nou, dan heb je een soort van het gevoel van, oké, de kop is eraf. Ik heb een beetje door hoe mijn lijf zich voelt vandaag. Op welk moment van de dag je dit ook doet. En ook mooi van een van mijn docenten. Ondertussen wandelen lekker op de plek. En er zijn docenten die houden heel erg vast aan de ochtendroutine. Je doet je yoga in de ochtend, je staat op, je gaat naar het toilet. Een van mijn docenten is daar zeer specifiek over. En daarna doe je yoga. Het is een idee van, de vuilniswagen is geweest, maar de fabriek is nog niet open. Dat gevoel, wel eerder tegen jullie gezegd. Dan doe je yoga. En dan een andere docent zegt, wacht, ik hou van je, denk dan, je doet yoga wanneer je tijd hebt. Niet iedereen heeft zo'n ochtendroutine. Ja, sommigen moeten dan om 3 uur opstaan, willen ze tijd maken voor yoga. Dat is toch een beetje vroeg. Stap ondertussen naar voren, maak je lengte. Naar het hoofd, ontspannen, knieën zacht. En even diep in en uit ademen. Hier misschien schud je even, ja, met het hoofd. Ik voel echt niet zo snel. Dat doen we wel vaak bij vinyasa. Hup, en de volgende. Hup, en de volgende. En dan kom je misschien al bij de derde zijn nu. Maar het hoeft niet. Je kan het ook rustiger doen. Oké, dan gaan we nog 2. Die doen we gelijk achter elkaar. Maak jezelf lang. Kom naar beneden. Kijk naar voren. Stap naar achteren. Hoge plank. Hier breng mijn schouders al naar achteren. En hier, als ik nog niet helemaal in de plank sta dus. Lage plank inademen, cobra, schouders openen, het borstgebied. Omlaag kijken naar de mond. Heb je weer behoefte om te wandelen? Doe dat zeker. Anders ga je wat meer aan de houding. Ik vind dat een beetje als een sculptuur wat bijwerken aan de houding. Van hoe is het met je schouders? Kun je je bovenarmen ietsje van binnen naar buiten draaien? Het is geen beweging, het is meer een actie. Het is niet zo klein. Staat het met de achterkant van je benen, kun je daar wat in verzachten? Kun je de achterkant van de knieën openen? Voor sommigen is het een beproeving, deze houding. En ik hoop dat dat steeds minder wordt. Minder een beproeving en meer van een zijn. Meer van een
meer van een gevecht naar er gewoon zijn. Ik stap ondertussen naar voren. Laat je hoofd dan goed ontspannen. En met de volgende inademing kom je omhoog. En we gaan gelijk door. Mag met zachte knieën. Kijk naar voren. Stap naar achteren. Hoge plank. Breng je schouders naar achteren. Lage plank. Inademend cobra. Uitademend omlaag kijken. En dan blijf je daar. Plaats je handen bewust. Nou, bij de derde keer kunnen we wel wat meer dingetjes doen, hè. Dit gaat erom dat die schouderbladen goed op je rug komen. De bovenarmen ietsje van binnen naar buiten draaien. Maar de wijsvinger goed in de mat blijft. Blijf je armen strekken. De oren tussen de bovenarmen. Open de achterkant van de benen. Aan de voorkant van de benen trek je de knieschijf ietsje op. En de bovenbenen, het middendeel ervan, duw je naar achteren. Maar het zit beentjes moeten uiteindelijk een beetje richting de hielen gaan. Het beginbeen is nog heel erg omhoog aan het duwen, van je weg aan het duwen. Dan wil je ruimte hebben in rug en benen. Maar de subtiliteit zit hem in. Zit beentjes richting je hielen. Voel je dat je hier richting de grond gaat? Oké. Buig je knieën, stap naar voren. Naar het hoofd ontspannen. En inademend kom je omhoog. Dan breng je de armen naar beneden om een moment hier te staan. Na te voelen. Ik sta hier zelf niet te stijf. Dus ik probeer wel mijn schouders te ontspannen. Sommige jongen staan hier heel rigide. Maar dat past bij mij niet zo. Ik moet wel een beetje hier loslaten. Maar niet dat. Maar van binnenuit een activiteit gaan voelen. Ik denk je dan al het langste volhoudt, ook in het dagelijks leven. Je kan niet... Dit houdt niemand vol heel erg lang. Het voelt heerlijk om dan gewoon los te laten vanuit daar. We gaan naar de tweede zonnegroet. Maak jezelf lang, lang naar de kruin. Voel dat bij de inademing wordt heerlijk lang. En dan met knieën buigen en dan vinger op gaan naar de grond toe. Voor de... Als je de armen omhoog brengt, lijkt het op de stoel. Ik zeg lijkt op... Omdat het plaatje is vaak wat mooier dan wat wij laten zien. Maar dat maakt niet uit. We doen het. Daar gaat het om. Kom naar beneden. Strek de benen. Kijk naar voren. Stap naar achteren. Hoge plank. Hier de schouders al naar achteren. Lage plank. Inademend cobra. Uiteindelijk omlaag kijken. De hond. Daar blijven we dan niet. De rechtervoet komt naar voren. De rechterknie is boven de rechter enkel. Dan kom je omhoog. En dan kom je naar beneden. Hoge plank. Hoge plank. Lage plank. Inademend cobra. Uitademend omlaag kijken naar hond. Linkervoet komt naar voren. Linkerknie boven de linker enkel. Kom omhoog. Dan kom je naar beneden. Hoge plank, lage plank. Inademend cobra. Uitademend omlaag kijken naar hond. Dan blijf je daar. Plaats je handen bewust. Plaats je voeten bewust. Ontspan je kaken bewust. Oren tussen de bovenarmen. Ik vind het fijn om de kruin richting mijn handen te brengen. Dan flink ik een beetje mijn nek. Maar tegelijkertijd wel schouderbladen goed op de rug. Navel misschien ietsje in. Zitbeentjes misschien ietsje richting je hielen. Knieschijven aan de voorkant van de benen. Ja, zit ik echt aan de voorkant van de benen? Voorkant van de benen was een beetje overbodig. Achterkant van de knieën openen. Is je wijsvinger nog steeds op de grond? Of ben je een beetje aan de buitenkant aan het hangen? Dat is voor mij. Dat is maar. Kijk maar even naar je handen. Er was een keer een docent die zei, al je nagels moeten omhoog staan. Oké, mijn vingers zijn allemaal een klein beetje richting mijn pink gedraaid. Nou, niet dat je dat dan gelijk aanpakt, want dat is zo'n subtiliteit. Maar het is wel even om je bewust van te zijn. Nou, mijn vingers staan eigenlijk helemaal niet recht. Stap naar voren. Laat je lengte. Laat je hoofd ontspannen. Buig je knieën. Nou, ik vraag mezelf dan af, kan dat dan? Want blijf maar even hier hoor. Ik bedoel, we hebben ook in ons lichaam wat dingetjes. Als we op latere leeftijd komen, moet je dat allemaal nog willen. Buig je knieën.
Breng je arm omhoog. Strek dan je benen. En breng dan je arm omlaag. Wacht een moment. Voel een moment na, maar ik heb ook wel het gevoel, ik kom heel even bij. Van die, wow, best wel heftige houdingen zijn het. Laatste, maak jezelf lang en kraakbaar. Je knieën, vingertoppen gaan. Breng je arm omhoog. Navel ietsje in, kom dan naar beneden. Strek je benen, kijk naar voren, adem in. Maak je een lengte van navel naar borstbeen. Dan stap je naar achteren, hoge plank. Breng je schouders allemaal naar achteren, lage plank. Inademend het cobra, omhoog kijken naar rond. Schouders naar achteren. Omlaag kijken naar rond. Rechtervoet komt naar voren. Heldhouding. Rechter knie boven de rechter enkel, kom omhoog. Jij komt naar beneden. Hoge plank. Lage plank. Neem alle tijd. Je gaat misschien sneller dan mij. Misschien ga je langzamer. Omlaag kijken naar rond. Linkervoet naar voren. Kom je omhoog. En als je nu naar beneden gaat, wil ik dat je let op je voeten. Want het idee is dat je voeten, de hielen, recht zijn. Dus hoge plank, lage plank. En dan als je naar voren komt, hou je grote tenen netjes naar achteren. En je hielen omhoog. Soms staat er een docent, die staat dan, als je hier aangekomen zijn, blijven hier omlaag kijken. Man. Die staat dan zo lang, zo dat je voeten niet naar buiten, hier niet naar buiten vallen. Je kunt heel veel zelf. Als je een beetje bewust wordt, als je wijsvinger nog steeds op de vloer. We moeten wel nu met het online, we moeten wel de dingetjes voor onszelf gaan aanpassen. Kijk naar voren, stap tussen de handen, maak lengte. Laat het hoofd ontspannen. We blijven hier, we komen niet omhoog. Schud ik je, ja, ik heb mijn voeten nog bij elkaar, maar als jij een beetje zwaait, mag je je voeten op heupbreedte zetten, hoor. Misschien zullen we dat sowieso wel doen. We gaan dan met de rechtervoet laten staan en met de linkervoet, die brengen we naar achteren. Prima als je iets onder je linkerknie wil leggen. Ik probeer het zo te doen. Ik probeer waar mijn been wil laten wennen. Ik leg wel, als soms de ene keer heb ik wat meer last van dan de andere keer. Ik denk niet dat daar een reden voor is. Soms dan voelt het ongemakkelijk en dan begin ik heel erg te bewegen. En dan, wat ik dan doe, is dan zet ik mijn tenen van mijn linkervoet dus. Zet ik de tenen op de mat en dan haal ik de knie een beetje van de vloer of ik duw een vreef wat meer in de vloer. Dan zie je mij ook wat meer bewegen. En dan soms niet heel bewust, maar dan is het gewoon wat ongemakkelijk. En het lijf zoekt dan naar een wat comfortabele houding. Je laat je onderrug wat meer ontspannen. Ik leun nog op mijn rechterbovenbeen, zodat het voor mijn linkerhand niet te zwaar is. Voor mijn linkerschouder niet te zwaar. Maar dit aan zich is al een hele mooie houding. We gaan hier nog wat twisten. Alleen dat wordt allemaal zwaarder voor je linkerschouder, linkerpols. Dus als dat voor jou te zwaar is, hier blijven, hier zijn, is prachtig. Ben je het een beetje zat hier, want je zit hier wat langer. Dan zou je bijvoorbeeld ook naar achteren kunnen gaan. Dus even je rechterbeen gaan strekken. Je hebt hier genoeg te doen. Alleen heb je natuurlijk veel last van je linkerknie. Dat wordt dan wel erger, dus dan zou ik zeker wat onder je linkerknie leggen. Dan voelt het allemaal oké. Okay. Dan sta je goed op de heupbreedte. Hè? Je rechtervoet en je rechterschouder, rechterknie om in één lijn. Linkerhand, linkerschouder. Dan gaan we met de rechterhand gaan we naar opzij. En jij bepaalt hoe ver. Ik vind het prima als je het tot halverwege brengt. Heb je meer ruimte, laat het bovenliggen dan meedraaien. Zie je wat er gebeurt? Dan krijg je een beetje een twist. En komt je rechterarm komt wat meer omhoog. De handpalm die blijft omlaag reizen. Dus het is, ik kijk nu in de handpalm, dan breng ik hem omhoog. Mijn elleboog blijft een beetje ontspannen. Dus niet een hele strakke arm opzij brengen. Ik ben gewoon op zoek naar ruimte. En die ruimte komt niet alleen maar uit de schouder. Dat vind ik zelf heel mooi om je dat in gedachten te houden. Dat idee hebben we soms, hè, van ik moet mijn hoofd draaien, dus dan draai ik mijn hoofd. Maar je kan je bovenlichaam rustig meedraaien, waardoor het makkelijker wordt. Ja, laatste keer. Als het dan nog allemaal goed voor jou voelt, je mag ook weer terug naar de eerste houding, mag je je rechterhand op je rechterbovenbeen. Je rechterbeen een beetje naar buiten brengen.
of voor de lease, hè? Dus jij bent met je lease niet helemaal vertrouwd, zeker niet doen. De rug krijgt het ook zwaar. Er komt in de onderrug een wat meer een holing. Dus dat moet je ook wel kunnen handelen. Ik ben een beetje op de buitenkant van mijn rechtervoet. Ik vind het wel een heel fijne strekking. Als dat nog oké voelt, mag je ook nog, vanuit de linkerheup is dat meer, naar achteren gaan kijken. Dus dan kijk ik naar mijn linkerheup. Dus dan draai ik. Voorzichtig met de rug, hè. Ik laat mijn rechterbeen nog een klein beetje zakken. Ik leun nou erg op mijn linkerarm, dus dat moet je wel kunnen handelen met je linkerschouder. Rustig terug, alles weer in één lijn. En van daaruit met je linkervoet naar voren. Want voordat ik stap, zet ik heel even mijn linkerhand, maak een vuist van. Die heeft het best zwaar gehad. En ik stap rustig naar voren met mijn linkervoet. Handel niet in één keer. Knieën buigen. Als je naar voren hangt, misschien voel je dat in de heupen. Ah, ik voel het ook heel erg. Nek, schouders. Dat zal vast ergens anders mee te maken hebben. Ik schud even mijn hoofd. Ja. Dan laat ik mijn linkervoet staan. Rechtervoet, die gaat naar achteren. Linkerknie ben ik boven mijn linker enkel. Mijn rechtervoet probeer ik zo ver mogelijk weg te brengen. Verheven op de mat, maar mag ook de voet. Dan is de knie op een andere manier op de mat. Misschien voelt het voor jou precies wel goed. Dat is even gewoon voor jezelf checken. We doen wel net alsof met yoga, zo moet het en zo hoort het en zo. Maar zo is het echt niet hoor. Zo is het nooit begonnen. En zo zal het nooit zijn. Maar zo houden we het soort wel van vol. Wel van, ja, zo moet hij eruit zien. De onderrug kan je loslaten. Probeer dat. Dat helpt mij wel om in de lease los te laten. Ja, het kan gewoon zijn dat je hier blijft. Denk nog even aan de optie van misschien heel even, als die ene houding je een beetje verveelt. Dus je denkt, maar even naar achteren. Ja, ik kan heel lang in een houding blijven en voelen en dat is voor mij echt, dat begint steeds meer. Ik had nog even terug te kijken naar het begin van dit jaar. Nou, wie had kunnen denken hoe dit jaar natuurlijk zou gaan lopen. Maar toen had ik beschreven hoe ik dit jaar in wilde gaan in mijn yoga studio. Minder is meer. Dat had ik bedacht. Dus minder houdingen, minder rustiger. Nou, dan gaat hij weer, hè. Als het oké voelt voor jou. Met je linkerhand opzij, hou je linker elleboog zacht. Eerste keer misschien zachtjes, kijken welke ruimte je hebt. Misschien steeds wat verder, maar verder gaan doe je ook met je bovenlichaam mee bewegen. Dus niet alleen maar in die schouder. De volgende keer dat je omhoog brengt, breng je daar je linkerhand op je rechterbovenarm. Nou, zie nou wat ik met mijn rug naar je toe sta, kan je makkelijker zien wat ik met mijn rechterschouder doe. Met die rechterarm, die schouder kan je een beetje naar voren hebben. Maar probeer dat dus niet te doen. Hou hem dichtbij. Dus dat betekent, je schouderblad goed op je rug is. Groot verschil dat dan de bovenarm dichtbij is. Je schoudergewicht is heel dicht. Het is niet open. Het is echt, hier is het heel dicht bij elkaar allemaal. Dat steunt jou, dat helpt jou in de volgende bewegingen, waarbij je linkerbeen, en je is dus steeds meer, gaat leunen op je rechterarm. Linkerbeen naar buiten. Als het gaat, hè? Als het niet gaat, gaat het niet. Je ziet hier ook, en dan kan je het goed van de achterkant zien. Er komt gewoon een rolling. Dan laat dan de buik niet te veel hangen, maar neem hem ietsje in. Misschien als laatste kijk je nog naar achteren. Dan puur vanuit je rechterheup, geloof ik of niet. Maar vanuit je rechterheup, dan moet je komen. Nou, oké, rustig terug. Neem alle tijd, hè. Het was zwaar voor je rechterhand. Dus ik maak even een vuist op mijn rechterhand. Zet hem even neer. En ik heb ook weer het idee van, hoe komen we weer terug daar? Dat wil je gewoon door heel rustig. Als je buik intrekt,
En dan schuift het rechtervoet schuift vanzelf een beetje naar voren. Voel je dat? Blijf je intrekken. Ja, dat doet niet vanzelf niet wel. En dan heel dichtbij en dan schuif je hem gewoon naar voren. Heel simpel. Dan heb je het idee dat je niet echt in je rechterkant niet echt kan zakken. Hè? Dus dan die rechterknie ietsje meer buigen. Oh, een zakje. Dan laat je het allemaal weer herstellen. Dat bedoel ik met minder is meer. Langzamer is meer, want het voel, je gaat veel meer voelen. Niet iedereen wil daar natuurlijk aan voelen. Nou, we hangen wel al heel lang voorover. Dus laten we even omhoog komen. En je voeten maar bij elkaar. Plaats handen op de heupen, buig de knieën. Kom omhoog. En Vinyasana. Ben je armen zijwaarts? Als ik te snel ga, gewoon even wachten. Als je denkt van, hé, Lord, je kunt net omhoog komen. Kijk naar voren. Stap naar achter, hoge plank. Hoge plank, lage plank. Misschien kom je even gewoon liggen. En maak er gewoon een kleine cobra. En denk even aan je voeten. Ben je grote tenen goed naar achteren? Ben je even op de mat? Belangrijk om sommige, in sommige wegingen kleine dingetjes te doen. Ga niet naar omlaag kijken, hond. Kom maar weer terug met je knieën op de mat. Je hebt die knieën op de mat. Vind je het niet fijn met de knieën op de mat? Nou, er zijn nu twee meerdere manieren. Je kan je knie, je mat eventjes een stukje oprollen. Een stukje omhoog brengen en dan naar voren duwen. Dan heb je altijd heb je drie matten onder je knieën. Dat is altijd fijn. Gewoon een dekentje onder je mat. Je mag ietsje meer ruimte hebben tussen handen en knieën. Dus de handen ietsje voor de schouders. Knieën ietsje achter de heupen. Zelf vind ik het bij de volgende houding niet zo fijn. Dus als je merkt van nee, dat is het niet voor mij, dan doe je het gewoon weer terug. Maar ik denk dat het te maken heeft met dat ik best wel voorzichtig ben met mijn schouders. Dan heb ik liever dat mijn handen onder mijn schouders zijn. Dan heb ik wat meer stevigheid. Dat was net die, en waar ik heel erg op lette, dat die pols, schouder en schouder dichtbij je. Want wat gaan we doen? Dat is natuurlijk de eerste vraag. Ja, want ik weet helemaal niet wat we gaan doen. Je bent je rechterhand breng je naar voren. Gaan we er een grote zwaaiende beweging van maken. Jij bepaalt hoe ver. Hou je elleboog een beetje gebogen. Handpalm zwaait even naar mij. Gaat naar achteren. Gaat daarna in dat gat van die linkerarm, linkerbeen. Gaat helemaal naar links. Je rechteroor gaat naar de vloer. Je heupen blijven in één lijn. Een beetje boven de knieën. En niet te ver naar achteren. Als hij terugkomt, breng je hem naar achteren. Breng de armen naar achteren, zwaai nog even naar mij. En breng hem naar voren. Ja? Dat gaan we drie keer doen. De derde keer blijven we met die arm tussen de linkerarm en linkerbeen. Oké, ben ik klaar voor hoor. Inademen, breng de arm omhoog, zwaai naar mij. Naar achteren, in het gat. Rechteroor naar de mat. Kom terug, adem in. Naar achteren, naar voren, adem uit. Adem in, naar achteren. In het gat, adem uit. Rechteroor naar de vloer. Inademend. Naar achteren. Naar voren. Ja. Laatste keer. Toch? Of ga ik te snel? Leg je rechteroor maar op schouder. Of nou het snel gaat of niet, blijf ik hier. Het duurt even voordat ik mijn plekje heb gevonden. Mijn knieën probeer ik een beetje boven de heup te houden. Iets ervoor, iets erachter. Dus prima, zolang het maar geen kindhouding wordt. En je moet echt wel een beetje zoeken. Dan heb ik mijn oor, mijn nek en mijn linkerhand ligt weer niet lekker. En dan mijn rechterarm. Dus ik ben wel eventjes bezig. Dan, als ik dan mijn plekje heb gevonden, probeer ik in ieder geval, dat vind ik dus echt heel lastig, drie in een uitademing in stil te blijven. Ik blijf namelijk wel bewegen als ik me eenmaal dezelfde gelegenheid geef. Die rechterheup, die zakt een beetje weg. Hè? Dus je gaat helemaal naar links. Dus probeer die rechterheup richting de vloer te krijgen. Richting de vloer, natuurlijk. Naar rechts te krijgen. Die recht, het rechter onderbeen, die moet naar de vloer. Oké, met je linkerhand ga je helpen. Omhoog. Ga je naar de kind houden. Knieën ietsje wijder dan de heupen. Grote tenen naar elkaar. Ontspannen moment, dan zijn de ellebogen zijn op de vloer. Deel je hoofd op, kom je terug. Handen en knieën. Knieën onder de heupen. Mogen er ietsje achter. Dan met de linkerhand.
Zijn linkerhand die komt opzij. Pardon, hij gaat naar voren, aan min, naar achteren. En dan komt hij in dat gat, rechterarm, rechterbeen, linkeroor, gaat naar de vloer. Inademen, breng je hem naar achteren, aan de linkerkant. En naar voren, adem uit. Dat is de beweging. Dus inademen, omhoog, naar opzij, in dat gat, adem uit, linkeroor naar de vloer. Adem in, breng hem terug, breng hem naar achteren. Ronde beweging naar voren, adem uit. Adem in, naar achteren. Naar rechts. Oor. Inademen, terug naar achteren. Naar voren, adem uit. Adem in, omhoog, naar achteren. In het gat, blijf daar. Heupen en knieën om en bij in één plek. Ik ben dus weer aan het zoeken. Deze kant gaat veel makkelijker. Altijd grappig. Aan de ene kant, de andere kant. Ik heb mijn rechterhand heb ik gewoon op de mat. Dat geeft mij, als ik hem loslaat, dan heb ik een beetje last van die rechterschouder tegen mijn rechteroor aan. Als dat gaat hangen. Dat vind ik niet fijn. Dus ik mijn rechterhand heb ik gewoon in lijn. Een beetje bij mijn schouder. En dan heb ik mijn rechterschouder nog naar achteren. Dan geef ik mijzelf een beetje ruimte in mijn nek. En ik steun er wat op. Nou, de neiging, wat er gebeurt, is dat dat linkerbeen komt helemaal los. Misschien is het bij jou erger, minder erg. Ik merk dat het minder erg wordt naarmate ik deze houding wat vaker doe. Maar toch moet je wel bewust zijn dat je die linkerheup een beetje naar links moet houden. En het linker onderbeen iets meer naar de vloer. Ja, ik weet, het is niet echt de meest makkelijke houding dit. Ik ben het helemaal met je eens. Maar er is nog een rijtje, een andere houding, hè. En dan is dit echt... Dit is echt de makkelijkste. Deze is redelijk haalbaar. Sommige anderen denk ik echt, hoe kom je erin? En dan kom je er wel in. En dan kom je er niet uit. En kom rustig terug. Breng je knieën iets wijder dan je uit. Grote tenen naar elkaar toe. Laat jezelf ontspannen. Naar achteren. Nou, ik haal de mat eventjes onder mijn knieën vandaan. Het is heel subtiel, maar het is natuurlijk een verhoging. Dus ik ben een beetje schuin naar beneden. Het is, ik weet, ik ben een soort prinses op de eet. Ik weet het, ik weet het. Maar ik voel het. Ik voel dat er een verhoging is. En dat het dus niet gelijk is. En als het dus niet gelijk is, knie, enkel, dan wordt het dus aan ergens wordt er meer getrokken dan dat natuurlijk. In dit geval plat is. En dat is voor, ja, ik weet het. Maar als jij dat ook hebt, dan is het dus niet zo gek. Het is heel subtiel, het is een klein verhogingtje. Ik voel het in het scheenbeen. Ik voel het in de knie. Kom dan omhoog, breng je knieën naar elkaar. Dat doe ik eigenlijk nooit, ik doe het altijd los met knieën los. Maar ik vind het heel vervelend om mijn knieën te draaien. Dan kom je zitten op de hielen. Is dat nou niet haalbaar? Kom je gewoon zitten. Is dat niet haalbaar? Vooral niet doen. Maak het niet te moeilijk. Ik ben hier nog vrij flexibel. Ik laat mijn hielen laat een beetje naar buiten vallen. Dat vinden mijn knieën natuurlijker. Maar ze zouden eigenlijk heel netjes recht omhoog moeten zijn. En dat vinden mijn knieën niet fijn. Dus dat doe ik niet. Maar is dat bij jou wel het geval? Dat ze netjes hartstikke mooi. Ik heb het wel eens geoefend hoor. Dan denk ik me... Gewoon zeggen dat ik even mijn billen eromheen. Zodat ze een beetje bij elkaar blijven. In Iyengar yoga doe je een riempje om je enkels. Dat die en helemaal bij elkaar blijven. Ja. Breng je handen achter je rug. Verstrengel de vingers in elkaar. Nou zie je wat er bij mij. Mocht je nu naar mij kijken. Hoeft niet hoor. Mijn schouders komen naar voren. Dus als ik dit doe. Mijn handen achter. Dan komen schouders naar voren. Ja, dat moet ik natuurlijk een beetje oplossen. Dus ik ben best wel lang bezig. Met borstgebied openen, vanuit het borstbeen naar de zijkant van de schouders. Daar ben ik best wel een tijdje mee bezig. En dan voel ik, terwijl ik dat aan het doen ben, dat mijn handen naar beneden gaan. Dus dat wil wel iets zeggen, dat er dus ruimte komt. Naar mijn nek lang. Nog een keertje kijken of ik nog iets meer kan openen. En dan als laatste breng ik mijn schouderbladen richting mijn borstbeen. Maar zorg er dan voor dat je niet gaat hangen in je onderrug. Dat zie ik heel veel gebeuren, niet doen. Dus hou je navelgoedje in. Ja, maar je schouderbladen mooi tegen je borstgebied, richting je borstgebied gaan. Ja, dan mag je handen naar beneden strekken. Ja, wat mij betreft mag je handen ook weg van het bovenlichaam, maar dat is niet mijn sterkste punt, dat doe ik niet.
Oké, laat je handen los. Doe dat voorzichtig. Ik zal er wat meer over zeggen. Kom rustig. Omhoog, handen en knieën. Knieën op heupbreedte. Zet je tenen neer. Kom in omlaag kijken, mond. Blijf daar even. Voel de achterkant van de knieën. Is het allemaal te heftig voor je? Blijf je gewoon op handen en knieën. Strek je één been. Prachtig is dat, dit biedt. Dat is zo'n mooie. En de andere been. Dat is zo'n mooie beweging. Waarbij als je omlaag kijkt en mond kunt doen, is dat natuurlijk mooi. Een wandelje. Voel je die achterkant van die knieën? Voel je dat? Die voel je gewoon openen. Dat is heel mooi voor je knieën. Als je gezonde knieën hebt, dan hou je ze daarmee gezond. Als je geen gezonde knieën hebt, nou beperkt niet zit, dan kan je helaas, kan je het vaak niet. Dus dan is dat niet de methode om ze gezond te krijgen. Daar zijn weer andere dingen voor. Wandelen we rustig naar voren. Knieën buigen, handen op de heupen, kom omhoog. Blijf een moment staan als dat nodig voor jou is. En als het oké voelt, als je het oké, als het allemaal goed gaat met je, dan hou je je rechtervoet hou je waar die staat, je linkervoet komt naar achter. Kom je naar beneden. Als je handen op de vloer komen, prachtig. Als je blokken hebt, pak ze erbij. En als je geen blokken hebt en je handen komen niet op de vloer, heb je zo'n heel mooi scheenbeen. Ik denk dat hij daarvoor gewoon is. Het scheenbeen. Wat gaan we doen? Ja, we gaan de rechterhand. Ja, moet ik met jullie vragen natuurlijk. De rechterhand, die mag op je voet. Hij mag aan de binnenkant van je voet, hij mag aan de buitenkant van je voet. De buitenkant van de voet vind ik lastiger. Ik zou ervoor kiezen aan de binnenkant van de voet. En dan de linkerhand, die komt los. En die komt, ja, het lijkt op de trikonasana. Maar de heupen zijn niet helemaal goed, hè, voor de trikonasana. Maar dat geeft niet, want straks gaan we daar aan werken. In die zin dat we gaan aan een andere houding werken. Waarbij je heupen dan weer perfect staan. Stuk of 5 keer. Kijk maar wat voor jou goed voelt. Ik vind het heerlijk om te doen deze. Grappig, hè? Ik heb wel 2 qua gehad, maar op de een of andere manier. Kom je rustig terug. Linkerhand. Verplaats je naar je rechtervoet. De rechterhand is los. Ik kan niet zwaaien. Op je, aan de binnenkant is het lastigste, want we willen straks naar rechts. Wordt een gedraaide trikonasana. Op de voet is het meest balans, 3 keer qua balans. Dus kijk even waar je de hand kan hebben. Uiteindelijk heb je hem aan de buitenkant van je rechtervoet. Maar ach, uiteindelijk. Kunnen we het eindje over doen, toch? Ja, balans is hier. Hè? Ik bedoel, ik heb nog niks gedaan. Ik sta met die voet. Linkerheup komt naar voren. Voel je dat? Dan ga je mee draaien met je linkerkant. En dan breng je je rechterarm en je opzij. Gedraaide. Driehoek. Ongeveer 5 keer. Ah, ja, ik blijf lachen, dat zien jullie, hè? Meer van weg dat ik echt alle kanten op smeer. Maar het werkje, dat is ook het werk, dat is toch mooi? Zet je voet op de breedte. Kom naar beneden, ontspan. Schud ja met het hoofd. Ik moet nou altijd lachen als ik dit zeg, want de vorige keer heb ik ook gehad. Ik zeg, ja, het is natuurlijk grammaticaal niet goed. Je schudt nee en je knikt ja. Dus ik ga gewoon tegen de maatschappij in. Ik schud ja, ik blijf ja schudden. Dan de linkervoet, die blijft staan. De rechtervoet komt naar achter. Blijf maar gewoon beneden. Dat is net zo makkelijk, hè? Maar eerst naar de trikonasana. Dus dan is het makkelijkst als de hand aan de binnenkant is. Maar voel even of dat voor jou makkelijk is. Geen B. Hier is prima, hè? Halverwege. Hartstikke mooi. Halverwege is heel mooi. Balans dingetje, hoor. Kom je naar beneden. 5 keer ongeveer. Met de arm rechterarm opzij. Hou die elleboog ontspannen. Maak hem niet strak. Strak in de, zit je ook gelijk strak in de schouders. Laat vanuit je linkerheup ook die beweging komen. Dan voel je het in het been. Oh, ik voel het ontzettend in het been. Ik voel trouwens al aan het hele lijf. Ik voel het misschien net niet in mijn rechterbeenbrauw. Heupen naar voren. Rechterhand plaats je op je linkerbovenbeen, wou ik zeggen. Nou ja, waar dat nou vandaan komt, weet ik niet. Rechterhand plaats je op je linkervoet. Of op je scheenbeen. Nou, kan je maar aan de binnenkant. Binnenkant geeft je iets meer. Geeft je wat in het midden. Geeft je heel veel steun, hè. Maar dan kan je niet zo heel ver draaien. Dus wil je ietsje verder draaien, dan moet je wel naar de buitenkant. Die rechterhand. Maar als je denkt, ik vind het belangrijk draaien. Ja, dan kan je aan de binnenkant, hoor. Oh, linkerarm. Doe dat rustig. Dus die beweging. Elke beweging maakt
dat je wat wiebelt, hè. Je kunt, heb ik heel lang gedaan, gewoon naar je linkervoet blijven kijken. Dat scheelt. Of je blijft naar opzij kijken. En dan pas later ga je een soort van met je ogen mee bewegen. Eén punt, stil punt voor jezelf. Ik denk dat dit mijn laatste keer is. Dan kom je rustig terug. Draai je helemaal open naar de spreidstroom met de voeten naar buiten. Niet te groot. Zodat de knieën mooi richting je voeten kunnen wijzen. Laat jezelf ermee ontspannen. Hallo. Breng dan de elleboog. Rechter elleboog op je rechterbovenbeen en linker elleboog op je linkerbovenbeen. Til jezelf omhoog. Hou je heupen laag. Kom omhoog, maar hou de heupen laag. Dus boven, alleen boven liggen. Dan moet je voeten wat verplaatsen, je knieën mooi richting je voeten wijzen. Navel in, kantel in het bekken. Handen op de bovenbenen. Rechter schouder gaat naar de linker knie. Mooi om deze op je adem te doen. Dus inademen in het midden. Uitademen, linker schouder, rechter knie. Adem helemaal uit. En misschien blijf je wel een momentje leeg. Dan zijn ze daar weer omhoog. Dan kan ik ondertussen mijn plaatje omdraaien. We zijn op de helft. Ja, ik was met mijn rechterschouder bij mijn linkerknie begonnen. Dus ik eindig met mijn linkerschouder. Rechterknie. In het midden. Strek de benen. Strek de armen omhoog. Adem in. En gewoon een paar keer, gewoon wat lekker is, even knie buigen. En de armen zeker in beweging laten maken. Dus wanneer je je armen strekt, heb je armen boven. En wanneer je armen buigt, kan je armen naar beneden. Maak je deze kant op. Dus dan kruisen de armen voorlangs. Gaan ze omhoog. Ja, je snapt, het kan natuurlijk ook andersom. Gaan we eerst omhoog. En dan gaan we eerst, heb je de armen gekruist, polsen gekruist boven je hoofd. Je benen zijn gestrekt. Als je je knieën buigt, dan komen je armen in het midden naar beneden. En doe je het andersom. Dan zal het even van, hoe andersom dan? En laatste keer. Zet je armen. Zet je de benen even bij elkaar. Gewoon los te schudden. Even. Hallo. En dan zet je ze weer in de spreidstand. En dan met de voeten naar voren. Dan komen de vingers weer achter elkaar. Voordat je dat doet, wil ik dat je even kijkt hoe zweterig zijn je handen. Het is in mijn geval op dit moment nog prima. Soms ben je de hele zweterige handen, gaan je handen glijden. Als je dit doet, verstringel de vingers achter je. Dus dit doe je achter. Dan komt er, sommige mensen voelen het, zijn er zich van bewust. Sommige mensen voelen het niet. Maar er is heel veel spanning op de schouders. Dus als je loslaat door dat ze uit elkaar schieten, is dat zwaar voor de schouders. En dat kan een keer, ik kan 100 keer goed gaan. Nummer 101 schiet het erin. Dus de eerste 99 keer wanneer het gebeurt, denk je, ja, misschien ik weet niet waar je het over hebt. Maar hou het alsjeblieft in de gaten, laatste. Als je ze uit elkaar haalt, ik doe altijd mijn ellebogen een beetje ontspannen. Een beetje buigen en dan mijn handen rustig uit elkaar. Rustig voor de schouders. Dus je brengt ze achter in elkaar. Je strekt je armen. We deden dat ook alweer. Ja, door je armen te strekken moet je. Nee, wat deden wij? We maakten ruimte in het borstgebied. En dan ga je armen vanzelf naar beneden. Zag je dat? Van het borstgebied naar de schouders. Dus zo je het kan omschrijven, is dat in plaats van dat je denkt, je houdt de armen bij elkaar, ga je de bovenarmen als het ware van elkaar wegbrengen. En ineens gaan ze omlaag. Hey, that's interesting. Nu ik open het borstgebied, maar niet te veel hangen in de onderrug, dus de navel ietsje inhouden. En jullie raden natuurlijk al wat we gaan doen. Hè? Oh, dit is trouwens ook lekker. Ik deed het per ongeluk, maar heel even een klein stukje hoor, met je linker oor, linker schouder. Even kin naar binnen. Altijd lekker strekken. Vind je die strekken? Even een beetje rechterhoor. Heel klein stukje hoor, niet helemaal. Voel je die strekking aan de linkerkant, rechterkant? Altijd lekker. Ontspan de kaken. Maak je lang naar de kruin. Wacht met zachte knieën als je naar beneden komt. En de handen komen los van je bovenlichaam. Haal open in het borstgebied. Nou ja, bij mij. Het is niet heel ernstig.
Maar het ziet er ook niet heel erg uit zoals de plaatjes waarbij de handen richting de vloer gaan. Snap je nu waarom ik zei van kijk uit dat je niet de handen leg gaat schieten? Het is ontzettend veel spanning op de vingers, hè? Dus hou ze goed bij elkaar. Nou, het enige wat ik dan voor hoop is dat de zwaartekracht een beetje gaat werken bij mij. In ieder geval, ik weet het gevoel dat ze zakken. Blijf open in het borstgebied. Niet mijn sterkste kant. Blijf het wel doen. Blijf de armen strekken. Eerst de handen dan naar het bovenlichaam. Langs de benen. Misschien heb je daar een staartje nodig. Dan hang je een moment uit. Schud ja met het hoofd. Je kaak ontspannen, schouders ontspannen, handen op de heupen. Kijk ervoor, kom halverwege. Schouder openen, ellebogen naar achteren. En helemaal omhoog, navel in. Mooi. Voeten bij elkaar. Zet de benen los. Ja, we kunnen nog een zonnige groep doen. Ja, nee. Gewoon, splijtstand. Ja, voor de enthousiastelingen, dat doe je eventjes. Doe je eventjes tussendoor. Je rechtervoet naar buiten. Je rechterknie buig je, rechterknie, rechter. Bos, ik zie, kijk ons naar dat filmpje. En dan gaan ze maar door je zonnegroet. Gaat maar door die. En nog een keer, en nog een keer. Rechtervoet, nou, minder is meer denk ik dan mij. Maar die is voor het lui hoor, moet ik zeggen. Rechterknie, rechter enkel. Ja, rechterheup moet naar beneden. Hè? Voel je dat? Dat het hier is dat. Daar moet je naar beneden. Probeer je bovenlichaam. Je kan het zien. Ik hoef niet nog niet eens in jullie te kijken. Als je naar beneden kijkt, dan is het bedoeling dat je kolom ziet. Niet dat je je bovenlichaam zo mooi recht. Je denkt, oh ja, gaat heel mooi naar mijn linkerbeen. Dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat de kolom naar beneden is. En dan breng je armen opzij. Laat je schouders ontspannen. Dus breng die bovenarmen maar eens wat dichter naar je toe. Nou, dan kunnen die schouders daar goed ontspannen. Dan laat je de handpalmen omhoog. Alleen maar de handpalmen draaien. Natuurlijk draai je de armen mee, maar heel subtiel. Rustig weer terug. Maar je denkt alleen maar aan palmen, polsen. Nou, je ziet dat mijn ellebogen zijn niet helemaal gestrekt. Met je ontspanning te houden. Maar gewoon niet strak staan. Ze zijn wel, ik probeer wel lengte te houden in die armen. Ze staan niet strak. Nog één keertje. Dan laat je armen ontspannen naar beneden gaan. Nou, voor de hele adjusting. Doorleef je uit. Ga voor een vinyasa. Zeker. Wij brengen het even bij elkaar. Schud los. Maar ja, in die tussentijd om daar aan het losschudden zijn. Jij vast de vinyasa gedaan. Spijtstand. Linkervoet naar buiten draaien. Zit in die linkerheup. Hè? Die linkerheup moet je naar beneden gaan. Het schaambeen een beetje naar je optrekken. Staart ergens naar beneden. Recht bovenlichaam. Armen. Zijwaarts, schouderhoogte. Nu gaan we cirkels maken, zoals we net ook deden. Dus we brengen de armen naar beneden. We kruisen de polsen. In het midden gaan we omhoog. Je draait gewoon wat jij fijn vindt. De ene vindt het fijn met de handpalmen omhoog. De andere draait de handpalmen liever naar beneden. Dat is niet zo belangrijk. Ik heb nu gezien dat mijn ellebogen best wel gebogen heb. En de draai, als je hem kleiner wil maken, dan hou je de elleboog gewoon wat meer gebogen. Zit dus wanneer de polsen van beneden naar boven gekruist zijn. En dan, als je de volgende keer gekruist boven bent, dan ga je naar beneden. Met de handen en dan open je zijwaarts. Doe je het op deze manier. En je kan het dus helemaal aanpassen, hè? Kleiner. Wat ik ook lekker vind, is de armen of schouderhoogte heb, even naar het borstgebied. Even openen. Moet ik ze wel weer terugbrengen, want dan krijg ze niet zo... Zo ver naar achter krijg ik ze niet omhoog. Nou, oké. Okay. Nog één zonnegroetje dan, gewoon tussendoor. Oké, okay, kom maar. Halen. Handen op de vloer, linkerbeen naar achteren. Hoge plank, lage plank. Inademen met cobra. Uitademen. Omlaag kijken. Wat heb je daar? Misschien wandel je op de plek om even te voelen. Misschien neem je de heupen mee. Nou, oké. Okay. Kom je zitten. Je komt zitten in een houding die voor jou fijn aanvoelt. De volgende houding kan je staan doen en zittend.
De ene lesbroek hem staat, de andere lesbroek hem zittend. Het maakt niet zo heel veel uit. Het is de koeienkop. En hij is gemaakt aan het einde van deze les, omdat we al zoveel voor schouders hebben gedaan. De koeienkop is waarbij je handen achter de rug hebt. En ik heb niet zo heel veel, ik heb spierpijn van deze week. En dus dat voel je dan, dat ga je dan voelen. En de volgende keer dat je het dan doet, dan word je wat beperkt daarin. En dat is natuurlijk prima. Dus je zal vandaag zou je mij niet zien binden. Ik doe trouwens heel weinig. Maar soms lukt het wel. Nu weet ik van tevoren dat het niet lukt. Maar je kan, het binden is natuurlijk niet, minder is meer. Het binden is niet waar het om gaat. Het gaat om de beweging. Dus begin met de linkerarm. Die linkerhandpalm, die leg je tussen de schouderbladen. En de elleboog breng je omhoog. Nou, er zijn er al heel veel dingen die je kan doen. Want wat gebeurt er nou bij veel mensen? Is dat het hoofd komt naar voren. Je krijgt het gewoon niet voor elkaar. Je denkt, ja, hoe krijg ik die hand tussen mijn schouderbladen? Dus dan zit het hoofd naar voren. Ga je naar werk om gewoon de achterkant van het hoofd tegen het onderarm, tegen de achterkant van het hoofd, tegen de onderarm, ja. Die manier. En niet gaan hangen in de rug, hè? Maar gewoon er tegenaan gaan duwen. Dit is al hartstikke mooi. Volgende punt met je handen aan werk is dat je omlaag moet. Dus dan ga je met je rechterhand tegen je elleboog, puntje van de elleboog, ineens ontdek je dat die heel hard zijn en puntig, ga je naar beneden duwen. Dat alleen al is een aardige oefening. Dan doe je de andere kant. Ja, je hebt die rechterarm dan toch boven. Met de achterkant van het hoofd tegen de onderarm duwen. Openen, schouder naar beneden houden. Duw tegen elleboog aan naar beneden. Ja, en dan kom je dus terug. Laat je het voet even na. Schouders ontspannen. Kaak ontspannen. Best pittig. Ja, mijn docent die had mij aangeleid om elke dag dit te doen. Het is geen houding. Het is niet voor mij niet een natuurlijke houding. En daarnaast, wat hij aanraadde, was met de arm, heb ik de rechterarm weggestrekt met de handpalm naar achteren. Dus de rug van de hand, die wijst nu naar voren. En als ik dan de elleboog buig, die breng de handpalm op mijn rug, komt de rug van mijn hand op de rug. En dat gewoon een stuk of 10 keer te doen. En als je staat, is dat makkelijker. Maar ik dacht, we hebben dat best wel veel gedaan, en we gaan dit zitten doen. Want nou komt nu mijn hand elke keer over de mat. Dus is het niet heel vrij. Als je staat, is het net wat vrijer. Nou, dit gewoon 20 keer doen, op een ontspannen manier. En elke keer kijk je of die omhoog kan, tussen de schouderbladen. Nee, ook bij 15 ben. Meestal, ik denk dat bij mij misgaat dat ik heel snel denk dat ik bij 15 ben al vol. Maar ik ben wel lang bij 15. Dan zou dit namelijk de laatste keer zijn. Dan leg je tussen de schouderbladen. Ja, dan kijk ik even aan mijn linkerhand. Kan ik erbij? Misschien wel, misschien niet. Misschien is voor jou helemaal niks. Maar heb jij hem te pakken? Dat wil nog niet zeggen dat je er dan bent, hè? Want dan wil je het borstgebied openen. Schouderblad, rechter schouderblad, heeft een neiging om naar voren te komen. Dus eruit te steken. En dat heeft te maken met jouw rechter schouder. Die moet een beetje naar binnen. Dus als je vast hebt, nog heel veel werk te doen. Dat is al mooi. En als je niet vast hebt, dan heb je ook heel veel werk te doen. Dat is eigenlijk altijd wel. En rustig terug. Ja, en dan even het verschil voelen. Mijn rechters, ik bedoel, je hebt wel het gevoel dat dit goed is voor mij, want mijn rechterschouder voelt me wel heel aanwezig. Mijn linkerschouder is nog een beetje zielig. Dus die gaan we nou de aandacht geven. Dus gewoon 20 keer. Nog vijf keer. Ik zei dat, waar gaat het mis van me? Ja, en dan leg je hem op je rug. En je rechterhand erbij. Nou, daar wordt niks vandaan, maar dat geeft helemaal niks. Belangrijker is, schouderblad op je rug. Schouder naar achteren.
Merk je ook als je het schouderblad op je rug brengt, dat je, hij kan dan weer een stukje verder omhoog. Als je een riem hebt, kan je het heel makkelijk met die riem. Dat werkt ook heel fijn, dan heb je iets vast. Sok werkt ook heel goed. En dan rustig terug. Die linkerarm die achter nu is, die geef ik achter alle tijd. Die heeft echt het idee, ik weet niet hoe ik terug moet komen. Het is niet een alledaagse beweging die we maken. Hè? Even een moment navoelen. Dan kom je op een bepaald moment hier. Moet je rechtervoet naar voren, plaats maar niks onder je linkerknie, want we gaan straks omhoog komen. Je linker elleboog voorbij je rechterbovenbeen. Tenen van de linkervoet zet je op de grond. En strek je linkerbeen. Hou de rechterknie boven de rechterenkel. Heb je het gevoel van, hey, mijn buik zit vast. Ik kom hier, draai niet. Kom je gewoon een stukje omhoog. Help je met je hand naar je buik. Draai je buik naar rechts. Dan kom je weer omlaag. De linkerhand mag naar de vloer. Dan heb je zoiets van, nou, dat lukt me niet. Laat je gewoon de handen op elkaar. Dat geeft vaak wel wat steun. Als je een blok bij de hand hebt, gebruik je een blok. Linkerhiel blijf je wegstrekken. Nou, als je nou je linkerhand op je... Nou, je linkerhand op de vloer hebt, kan die rechterhand kan naar de heup en dan kan je gaan draaien naar achter. Kennen jullie de houding die we aan het begin hebben gedaan? Precies. En aan de andere kant ook doen. Kom rustig uit de knoop. Ik draai even om, maar blijf rustig. Hou jullie je linkervoet naar voren, naar je rechtervoet naar achteren. En ik draai even om, zodat jullie aan blijven kijken, zoals zo gezellig. En mag je eerst je knie op de vloer hebben? Dan kan je namelijk op je omhoog en dan draaien. En als je draait en je knie van de vloer af is, dan heb je misschien het gevoel dat je valt. En hier mag ook gelijk met je linkerhand je buik meehelpen. Naar opzij. Naar je rechterknie van de vloer af. Rechterhiel strek je weg. Ach, ook op de vloer blijven, die linker. Rechterknie. En je mag je handen op elkaar zetten. Of als ik draai naar links, dan voel ik het in mijn linkerkant. Dus ik moet heel even die linkerheup. Die duw ik een beetje weg en ik maak mijn linkerkant een beetje langer. En dan draai ik verder. Dus als je ergens vast komt te zitten, ga dan kijken hoe je daaruit kan komen. Hoe je dat kan verlengen. Er is heel veel mogelijk. Nou, dit was even onszelf in de knoop brengen. Voor het goede doel. Ons lichaam is het goede doel. Dat snappen jullie wel, hè? Het lichaam is het goede doel. Zo, schud je benen los, kom zitten en schud je benen los. Hou je rechterbeen lang, breng je linkervoet, pardon. Hou je linkerbeen lang, breng je rechtervoet eroverheen. Dan blijf ik jullie aankijken, dat is even wel fijn. Als je linkerbeen is gestrekt over de vloer, rechtervoet is over je linkerbeen. Heb je het gevoel van, mijn ontbijt? Help je gewoon je buik een klein beetje mee naar de rechterkant. Je kunt rustig beginnen. Met je linkerarm om je rechterbeen heen. Je kunt, hij zal rustig binnen. Na die vorige houding is dit natuurlijk, dit is echt easy. Wat je kan doen, hè, aanpassen, is je linkervoet in lijn brengen met je rechterheup. Dan heb je wat meer in de heupen, is het wat compacter. Kan soms fijn zijn. Als je iets meer wilt draaien, zou je linker elleboog voorbij je rechterbovenarm kunnen brengen. Voel je dan dat je dan al wat meer kan draaien. Nou, omdat we nu heel veel hebben gedaan met schouders, kunnen we misschien ook wat meer met schouders werken. Maar dat moet niet een trekken en duwen zijn. Het moet echt vanuit ruimte komen. Dus inademend lengte maken, lengte naar de kruin. En uitademend voel welke wervels willen draaien. Maar je voelt dan ook dat je schouders mee bewegen. En je voelt ook dat je daarin open, dat je de rechter schouder wat naar achter gaat. Omdat we zoveel hebben gewerkt met schouders, gaat het misschien wel wat makkelijker. Die rechterhand die kan dan wat meer verplaatst worden richting je linkerheup. Zodat je nog iets meer kan. Zodat je jezelf niet tegenhoudt in die draai.
Maar check even je onderrug, want die houdt het misschien nu allemaal tegen. Maak je lang, lang en ruim. Rustig draaien. Voel waar je de ruimte is. Ga niet. En weet je, kan hier, we zijn heel sterk. We kunnen ons heel makkelijk in deze houding trekken en duwen. Dat is niet het idee. Niet te doen, niet te doen. Rustig terug. Voel het wel in mijn onderrug. Dus rustig aan. In een positieve manier voor mij. Absoluut. Ja, het is gewoon continu bijhouden. Anders dan gaat het allemaal zo vastzitten. Nou, het is goed voor mij natuurlijk dat je blijft komen. Dus je stopt. Al hoorde ik van een van de deelnemers die geen online lessen wilde doen. Die dacht, nou ja, ja wat doen we nou met die lessen? En dan had ze toch wel zoiets van, ja, dan word je toch wel weer bewust. Van wat je doet. Het lijkt soms, ja, in deze lessen doen we veel, hè. Maar sommige andere lessen doen we soms ook minder. En dan lijkt het net alsof je weinig doet. Ik heb mijn rechterbeen weggestrekt. Mijn linkervoet is over mijn rechterbeen heen. Ik heb mijn buik wat geholpen naar links. Ik heb nu nog mijn rechterarm om mijn linkerbeen heen. En nu heb ik nog mijn linkerhand nog eigenlijk in lijn met mijn linkerheup. Dus dat is een vrij ontspannen manier van twisten. En dat kan genoeg zijn. Je denkt van ja, ik voel het. Mijn rechterbeen, ook zwaar. Het rechterop zitten is al een dingetje. Dan helpt het rechterarm, helpt hè. Over je linkerbeen, hartstikke fijn. En dan die rechterarm mag je verplaatsen naar de buitenkant van je linkerbeen. Dan voel je al dat je die linkerhand misschien wat meer in het verlengen kan brengen van jouw wervelkolom. Dan ga je inademend lengte maken, uitademend rustig draaien. Lengte maken, draaien. Voelen waar je de ruimte hebt. En misschien voel je dan ook wat meer in de schouders dat je opent. En dat is een resultaat van alles wat we vandaag hebben gedaan. Misschien kan die linkerhand zich dan wat verplaatsen meer naar de rechterheup. En wat meer opent. Wees voorzichtig met de onderhand. We kunnen ons er heel makkelijk intrekken. Ik voel, voel het ook helemaal gaan aan de linkerbil. Voel je het ook? Oh. Heel rustig terugkomen. Neem de tijd. Oh, het lijkt wel een tijd. Dat is zo mooi. Moet je even liggen op je rug. Knieën naar je toe. Beweeg van rechts naar links. Meerdere dingen die je nu kan doen, terwijl je ligt op je rug. Helemaal niks. Dat is ook iets heel moois. Heb je bijvoorbeeld je voeten op de mat, dan heb je je armen schuin naar beneden, ontspan je de schouder. Prachtig. Of je gaat naar de brug, heb je voeten op heupbreedte, breng je moment je heup omhoog. En rol je weer terug. Misschien zet je je voeten op heupbreedte, op de breedte van de mat. En ga je met de windwipers, knieën maar rechts naar links bewegen. En misschien vind jij de halve kaars met je benen zo tegen de muur aan zo fijn dat je niet kan wachten. Dus dan ga je gewoon lekker met je benen tegen de muur aan. Hè? Wij komen er zo aan. Misschien vind je het helemaal niks. De halve kaars. Dan ga je gewoon lekker door. Nog een paar minuutjes liggend op je rug met wat je wilt doen. Om jezelf de ontspanning te geven. Maar hou in de gaten dat je werkt naar de eindontspanning toe. Dus doe niks meer
heel inspannend. Maar je zou er bijvoorbeeld nog voor kunnen kiezen voor een zachte twist. Met de knieën naar één kant. En dan naar opzij met je arm. Hou dan je rechter elleboog wat zacht. Misschien komt die elleboog wel op de vloer dan. Net je schouders net diep. Als je arm strekt en elleboog komt niet op de vloer, dan is het best wel hard voor je schouder. Voor je schouder, dat weet ik. En dan wil je naar de halve kaars gaan, zeker. We hebben nog 3 minuutjes ongeveer daarvoor. Dus. Precies een mooi. 3 minuten is precies goed, hè? 3 minuten en van daaruit opbouwen, dat is mooi. En we zitten natuurlijk in de yogastudio live zo of in de yogastudio fysiek aanwezig. Aan tijd gebonden. Als je thuis bent, neem dat niet. Ik ga naar de andere kant voor degene die nog op mijn rug liggen. Misschien wil je dat ook doen. Maar als je thuis bent en je bent niet aan tijd gebonden, wanneer zijn we nou niet aan tijd gebonden? Dat is utopisch. Als je niet aan tijd gebonden bent, kan je, en het voelt goed in je halve kaars, dan kan je natuurlijk langer in de halve kaars. Ik ga de lampen dimpen. Dempen. Dus dimmen of dempen. Ik maak er altijd maar van. Hè. We hebben zelfs een woord ervoor in onze raad hier met mijn partner. Dat is echt noortjes. Excuus, ik werk er tegenaan. Buiten beeld, maar je hoort het wel. Zo, nog een minuutje voor jou, voor de halve kaars. Vind je het gewoon niet fijn? Er zijn heel veel variaties, hè? De variaties die wij wel eens behandeld hebben, zijn de hurksit. Dus dan heb je je voeten ook tegen de muur aan, knieën gebogen, dicht bij het lichaam. En dan voeten lager. Of de voeten tegen elkaar aan, voetzolen tegen elkaar, knieën naar buiten. De Balakonasana tegen de muur. Ik vind het zo grappig dat je dan al die houdingen, die doen wij, en doen ze zitten op de vloer, en dan kan je ze ook tegen de muur aan doen. Ja, dat is heel logisch, maar dat was zo'n eye-opener voor mij. Wat grappig. Dus dan ben ik alle houdingen een beetje gaan bekijken. En ja, die kan wel ook. Die kan doen. Dat is hartstikke leuk. Want even, als je ruimte hebt, als je nou zo'n hele muur hebt, ik heb achter mij een hele muur, de spreidstand, zittend, liggend, kan dan ook heel mooi. Dan laat je gewoon je voeten naar buiten vallen. Dus benen gestrekt en voeten naar buiten. En ik heb dan meestal mijn voeten meteen richting de vloer. Nou, is dat wel voor mij is dat wel een lastige houding hoor. Dus ik weet niet hoe dat voor jullie is. Maar ik weet dan niet zo. Want de zwaartekracht trekt dan natuurlijk. Hè? Dus als je last van je heupen hebt, raad ik hem niet gelijk aan. Want ik krijg dan mijn benen niet meer. Want zwaartekracht gaat dan werken op een andere manier. Dus als ik dat eventjes doe, dan. Dan ben je rustig weer je benen met je handen bij elkaar. En die variaties zijn hartstikke mooi. Ga
gaan we ons allemaal klaarmaken voor de eindontspanning. Zorg dat je comfortabel komt liggen. Zit je nog tegen de muur aan, trek je je knieën naar je toe, rol op aan je zijde. Leg je matje zo neer dat je ruimte hebt voor je voeten en voor het hoofd. Probeer een beetje te denken aan jezelf geven van ruimte. Je kan je hoeft maar je matje een klein beetje van de muur af te trekken en je voeten kunnen wat vrijer bewegen. Het is niet alleen van ja, ik voel de muur niet, maar het is dat en een klein stukje meer. Geef jezelf een klein stukje meer ruimte. Misschien iets onder je hoofd als je merkt dat je kin erg omhoog komt. Dat merk je als je een beetje naar achteren kan kijken. Als je niet recht naar het plafond kijkt, maar een beetje schuin naar achteren. Dan ligt je kin waarschijnlijk ietsje hoger dan het borstgebied. Dan kan je, als je dan iets onder je hoofd legt, dan gaat het veel makkelijker ontspannen. Iets onder de knieën, dat werkt bij mij echt magisch. Ik heb last van mijn knieën. Ik heb last van mijn rug. En als ik er iets onder knieën heb, heb ik geen last van mijn rug. Dat is toch magisch. En dan ga ik ervan uit dat jullie heerlijk comfortabel liggen. Aandacht bij de adem. Breng die aandacht dan naar jouw rechterbeen. Ervaar waar je met het rechterbeen contact maakt met de ondergrond. Trek de tenen van de rechtervoet naar je toe. Duw inademend de hiel weg en ervaar hoe je zo het rechterbeen aanspant. Uitademend laat je hem los. Inademend, trek de tenen naar je toe, duw de hiel weg, span het rechterbeen aan terwijl je inademt. Uitademend laat je hem los. Inademend, trek de tenen naar je toe, duw de hiel weg. En ontspan. Adem uit. Adem los. En duw je de tenen van de rechtervoet van je weg. Inademend maak het rechterbeen lang, lang vanuit de rechterheup. Uitademend laat je los. Inademend duw de tenen weg. Uitademend laat je los. Inademend duw de tenen weg, maak het rechterbeen lang vanuit de rechterheup. En ontspan. Adem uit. Laat los. En dan de aandacht naar het linkerbeen. Ervaar het verschil met het rechterbeen. Is jouw rechterbeen misschien zwaarder, misschien langer? Maak het verschil concreet voor jezelf. En ervaar dan waar je met het linkerbeen contact maakt met de ondergrond. Trek de tenen van de linkervoet naar je toe. En bij de inademing de hiel wegstrekken, ervaar hoe je zo het linkerbeen aanspant. Uitadem het laadje. Inademen, trek de tenen naar je toe, duw de hiel weg, span het linkerbeen aan terwijl je inademt. Uitademen, laat je los. Inademen, trek de tenen naar je toe, duw de hiel weg. En ontspan. Adem uit, laat je los. En dan duw je de tenen van de linkervoet van je weg. Inademen, maak het linkerbeen lang, lang vanuit de linkerheup. Uitademen, laat je los. Inademend duw de tenen weg. Uitademend laat je los. Inademend duw de tenen weg. Maak het linkerbeen lang vanuit de linkerheup. En ontspan. Adem uit. Adem los. Ervaar je beide benen ontspannen. Met je voeten bewust naar buiten vallen. En breng de aandacht hoger naar de heupen. Ervaar waar je rond het heupgebied contact maakt met de grond. En bij de inademing gaan de bilspieren aanspannen. En ervaar hoe het contact met de vloer verandert. Uitademend laat je de heupen ontspannen. Contact met de vloer wordt misschien breder, zwaarder, zachter. Inademend span de bilspieren aanspannen aan terwijl je inademt. En ontspannen. Adem uit. Adem los. Inademen, ontspan de bilspieren aan. En ontspan. Adem uit. Adem.
En te ontspannen heupen gaat de aandacht naar de handen. Echt de handen naast de heupen met de handpalmen omhoog. De rug van de handen maakt contact met de vloer. Blijf dat contact ervaren als je met de inademing reikt met de handen naar de voeten. De armen worden lang. Uitademend laat je de handen ontspannen. Inademen, maak de armen lang, reik met de handen naar de voeten. Spreid de vingers, laat alle nagels richting de grond wijzen. Uitademend ontspan de handen. De armen, schouders. Met jouw inademing vanuit de schouders, maak de armen lang, reik met de handen naar de voeten. Spreid de vingers. En dan laat je los. Ontspan. Adem uit. De handen ontspannen, vingers krommen zich. De binnenkant van de handen is zacht. De armen ontspannen. De schouders ontspannen. De nek ontspant. Ik breng jouw aandacht naar het hoofd. Bij jouw inademing span je de gezichtsspieren aan. Heb je ogen verder dicht, zet de neus op, zet de kaken op elkaar, span de lippen aan. Uitademend laat je los. Inademend span de gezichtsspieren aan. En ontspan. Adem uit. Laat los. Inademend span de gezichtsspieren aan. En ontspan. Adem uit. Laat los. Ervaar het hele lichaam ontspannen. Jouw aandacht bij de adem. Zonder oordeel. Zonder dat je op dit moment nog iets wilt veranderen. Ervaar hoe je ligt.
bewust dieper ademen. Breng je handen in beweging. Je voeten, je armen, je benen. Breid die beweging langzaam uit naar het hele lichaam. En neem de tijd. Natuurlijk mag je blijven liggen. Maar als je met mij zittend wil eindigen, trek dan je knieën naar je toe. Rol op één zijde, blijf daar een moment liggen. En duw jezelf dan tot zitten. Laat het hoofd het laatste zijn wat omhoog komt. Als je zit, kom je voor jezelf in een gemakkelijke zithouding. En voel je nog een moment na. Maak je wervelkolom actief. Voel wat er dan verandert in je bovenlichaam. Voel hoe je ruimte krijgt voor de adem. Kaken ontspannen, schouders ontspannen. Dank jullie wel. Blijf gezond. Tot de volgende keer. En voor nu ga ik de livestream beëindigen.